Nou, voor de mensen die al in de call zitten, ik heb ook een co-presentator, Marcel, mijn collega, directeur van Pregers, die helpt mij met het beantwoorden van de vragen, want die ga ik natuurlijk niet allemaal zien. Dus mochten jullie straks een vreemde stem horen, dan weten jullie waar die vandaan komt. Dan kan ik hem nu even in beeld tonen, dus even kijken hoe het er. Als je niks hoort of ziet, moet je wellicht je app-blokker uitzetten. Dankjewel, Hielke, goede tip. Nou, mijn collega Marcel zit ook in zijn werkkamer. Ik zal eens even kijken of zijn beeld gedeeld kan worden. Nou, komt hij hoor. Kijk eens. Goedemorgen allemaal. En als het goed Mijn is, naam is Marcel. Marcel Hoognout. Ik hou de chat in de gaten tijdens de webinar van Nicolijs. Nicolijs kan zich concentreren op de presentatie. Mocht je vragen hebben, dan stel ze in de chat en ik zal ze proberen zo snel mogelijk te beantwoorden. Kan ik ze niet beantwoorden, dan reserveer ik ze voor later. Oké, okay. Nou, we hebben op het moment ook ruimte gemaakt in het webinar om wat vragen te beantwoorden, mochten die er zijn. Mezelf kennende kan ik heel snel gaan, maar soms praat ik ook wat lang, dus we gaan zien hoe goed ik het getimed heb deze keer. En goedemorgen, Roland. Uiterlijk 12 uur, Frans. Nou, zullen we maar langzamerhand gaan beginnen? Het is inmiddels 10:53. Ik denk dat de meeste mensen wel zijn aangelogd die willen aanloggen, dus laten we gewoon langzaam gaan beginnen. Welkom bij dit webinar. Misschien een van de velen die de afgelopen periode aan het volgen zijn. En ook wij doen er natuurlijk mee. Nou, webinar is natuurlijk een prachtig middel om in deze tijd nog steeds een hoop kennis te delen. En zoals jullie misschien onze social media aandacht hebben gezien, is er wat aandacht voor onze Pregers Academy, onze online academy. En we hebben ons webinar dan ook genoemd. Ook een van de belangrijkste punten meteen raken. Nou, ik denk dat we daarmee onze online academy. Hij is Nederlands ingericht. Hij is in de Nederlandse taal en dus niet in de Engelse taal. Daarmee hebben we misschien wat kleinere doelgroep. Maar ja, leren je eigen taal is vaak toch een stuk makkelijker dan alles in het Engels doen. En daarvoor hebben we daar heel bewust voor gekozen. Maar laten we even induiken op dit webinar. Ik ga jullie meenemen door de Pregers Online Academy. Ik ga jullie wat meer vertellen waarom we het zijn gaan doen, wat er allemaal in zit. En uiteindelijk duiken we een aantal trainingen in. Wat ook heel grappig is, is dat ik jullie alvast een klein stukje in de toekomst laat zien welke training we aan het ontwikkelen zijn. Want voor de mensen die het misschien wel iets langer in de gaten houden, verschijnen er best wel veel nieuwe trainingen. En ook voor deze week staat er weer één gepland. Dus we gaan langzaam, komt er meer en meer content. Nou, daarover later meer. Laten we beginnen. Ik heb een kleine presentatie, daar heb ik een voice-over. Die ben ik zelf natuurlijk. Er staat wat tekst in, zie dat voornamelijk als naslagwerk. Ik ga het niet één op één voorlezen, maar het is wel een beetje de leidraad van het verhaal. Kijk of we achteraf dit webinar nog een keer terug willen kijken en delen met je collega's. Hij wordt aan het einde van deze sessie wordt hij automatisch opgestuurd, als ik het goed heb, Marcel. Klopt dat? Ja, hij wordt automatisch, als je maat loopt, wordt hij automatisch je mailbox. Oké, nou. En je mag hem natuurlijk altijd delen onder collega's. Nou, aan de bak. Onze Pregers Academy, waar is die te vinden? Onze Online Academy, nou ja, op onlineacademy.pregers.nl. En waarom zijn we die gestart? Nou, we zijn hem stiekem al in september gestart. Een wild idee vorig jaar. Laten we meegaan met de Online Academy, een wereld die nu aan het veranderen is. En toen zijn we gezegd van, nou, dat kunnen wij zelf ook. Maar hoe gaan wij ons nog anders maken ten opzichte van de rest? Nou, de eerste heb ik eigenlijk op prijs gegeven. En dat is dat we aan de slag zijn gegaan met Nederlandse trainingen. We zijn dus te vinden op onlineacademy.pregers.nl. Ook nog wat andere linkjes. Mocht je de oude link nog hebben vanuit het verleden, die blijft nog even werken. Dus maak je niet druk. Het is niet verhuisd, de platform. We hebben het wel een iets andere naam gegeven. We zien het op de trainingenwereld dat er een hoop aan de hand is. Er verandert veel. Dat houden we flink in de gaten. In het verleden deden we vaak open rooster trainingen, grote klassen. En je ziet toch dat er steeds meer wordt verschoven naar online leren. Online leren vind ik persoonlijk niet de oplossing voor alles. Het moet heel erg bij je passen. Daarvoor geloof ik ook heel erg in een blended model. Dat is ook iets wat we met deze Online Academy gaan supporten.
een stukje van het huis, een stukje voor jezelf en een stukje met trainers. Maar ook een stukje interactie vinden wij heel belangrijk. Maar uiteindelijk online trainen is niet meer weg te denken. De reden waarom we zijn gestart is dus puur om mee te gaan. Maar ook gewoon onze kennis te delen met onze collega's, conculega's, vrienden, kennissen, hoe je het maar wil noemen. Nou, laten we een stukje verder gaan. Voor wie is die bedoeld? Ja, voor iedereen die wat wil leren. Leren in zijn eigen tijd, op zijn eigen moment, in het Nederlands. Maar laten we eerlijk zijn, het is wel heel erg gericht op de testwereld. Het is heel erg vanuit een testperspectief. We zijn een testbedrijf, dus het zijn veel trainingen gericht op testen. Voornamelijk ook aan de technische kant van testen. Maar stiekem zijn we ook wat meer met Agile bezig. Zo zijn we eigenlijk op verschillende vlakken bezig. Aan de ene kant programmeren talen, aan de andere kant toeltjes, een stukje performance testen, een stukje basics. En binnenkort komt er ook een heel standaard training over testtechnieken. Nou, vraag je misschien af, waarvoor gaan we die nog aanbieden? Wij geven, zoals misschien sommige mensen weten van ons, ook veel les op het HBO. En ook op het HBO, onze grote inspiratie misschien ook om anders les te gaan geven, zien wij dat de mensen erg gecharmeerd zijn van videocontent. Ik geef daar klassikale lessen, workshops. En als naslagwerk krijgen ze de Preges Online Academy. En dat bevalt echt een stuk beter dan de initiële lessen die we in het verleden deden. Een college 7 weken op een rij met een stukje huiswerk. Nou, dat is niet meer van deze tijd. Ze zijn ook grote testers voor ons, zeg ik altijd maar. Ik krijg heel veel input van hun terug. Vind ik leuk om te zien ook van deze mensen hoe zij leren, wat zij interessant vinden. Te geven. En ik nodig ook iedereen uit van die. Alle mensen die zo'n training volgen, alsjeblieft, zijn er uitdagingen, loop je vast, kom er daar bij ons op terug. En daarvoor hebben we ook een heel mooi online supportkanaal. En dat online supportkanaal kom ik later nog even op terug, want dat is eigenlijk het tweede grote verschil ten opzichte van andere online academies die we hebben in het Nederlands. Plus dat we op dit moment automatisch support hebben in een Slack-omgeving waar alle docenten zitten en ook eventueel medestudenten kunnen naar mee praten. Nou, ik hoor je denken, alweer een online academy. En zeker op dit moment is het booming. Misschien goed om te weten is dat wij in september al begonnen zijn. September hebben wij de beta gelanceerd op het testnet event voor alle testers onder ons. Dus het is al even bezig. Hebben proef gedraaid. Openbaar, iedereen kon erbij. Hebben redelijk wat feedback gehad, aanpassingen gedaan. En sinds begin van dit jaar, februari even uit mijn hoofd, zijn we echt live, is het beta label af. En zijn we dus bezig om meer en meer content te maken. Nou, we hebben inmiddels meer dan 300 cursisten. En natuurlijk wat belangrijk het is vragen, loop je vast, leren wanneer het jou uitkomt. Join dan onze online community en vraag de docenten waar je vast zit. Ik garandeer niet dat ze midden in de nacht om 12 uur al het antwoord geven. Mocht er iemand online zijn, zou dat zomaar kunnen. We hebben ook geen raamwerk of raamtijden waarin we opereren. We hebben al onze docenten in dit kanaal zitten. Mocht er een vraag gesteld worden, dan zal je zien dat er binnen afzienbare tijd gewoon een reactie is. De meeste trainingen zijn op te pakken zonder voorkennis. Nou moet ik wel zeggen, wil je beginnen aan een training introductie van unit testen, is het misschien wel handig dat je de basis van Java snapt. Mocht dat zo zijn, dan geven we dat ook netjes aan in onze trainingen. Vertel ik ook zo wat meer over als we de details van de training induiken. Hopelijk nog steeds goed verstaanbaar. Op dit moment zijn er 10 trainingen of cursussen of opleidingen beschikbaar. Ik vind het lastig om het verschil neer te zetten. Ik noem het meestal trainingen. En op de website heet het ook trainingen. Oh. En voor de 11e kan je inmiddels voor inschrijven. En in dit geval is dat onze introductie en security testen. Belangrijk daarbij is dat deze content die vernieuwt. En die vernieuwt best wel regelmatig. En in de huidige periode zijn we echt met heel veel bezig. Dus hou de website in de gaten. Mocht je jezelf in hebben geschreven en toegestaan hebben tot we je mogen mailen, krijg je ook updates op het moment dat we een nieuwe training lanceren of dat de dingen aanpassen. Mocht je daarvoor opt-out hebben gedaan, dan zou je zelf naar de website moeten gaan. Heb je zoiets van, nou, ik vind het Academy toch wel leuk en de mailing is niet zo storend. Pas dan even je instelling aan in je eigen profiel. En dan krijg je gewoon netjes van ons alle nieuwsbrieven. Nieuwsbrieven zullen voornamelijk gaan over nieuwe content, nieuwe trainingen of wijzigingen. Verwacht niet dat we elkaar allerlei marketingmails iedere week de deur uit gaan doen. We zijn geen Amerikaans platform wat om de 3 dagen stunt met prijzen en noem maar op. Maar natuurlijk houden we jullie graag op de hoogte. Eens even kijken. Nou, wat hebben wij dan vandaag de dag? En ik laat het even vanuit de presentatie zien. Maar straks duiken we lekker even de Academy rustig in. We kunnen eens even rondklikken wat erin zit. We zijn begonnen
Voor veel mensen die al wat langer in de testwereld meegaan. Nou, volgens mij hebben we gezien dat het testvak best wel op veel plekken technisch aan het worden is. Ik zeg niet dat het altijd de juiste keuze is, maar het is wel gewoon de praktijk vandaag de dag. En daarvoor is het misschien handig dat je een stukje technische kennis en kunde jezelf bijbrengt. Kan je daarvoor heel veel talen kiezen? We willen zeker niet pretenderen dat je een programmeur moet worden. Maar de code kunnen lezen en een stukje kunnen snappen, dat gaat je gewoon helpen om in de toekomst verder te kunnen werken. Als je kijkt ook naar de testtooltjes die heel veel gebruikt worden, zijn vaak toch ook heel technisch georiënteerd. Mocht je in die hoek zitten, mocht je met testautomatisering bezig zijn, mocht je je daarin willen verdiepen, is het misschien handig als je de basisconcepten van programmeren begrijpt. Wij hebben gekozen voor de taal Java. Open werking zijn. Twee, omdat onze source toolchain waar ik zo op komt ook in de basis in Java geschreven is. En drie, omdat het nog steeds een taal is die heel veel gebruikt wordt. En misschien nog veel belangrijker, het is een hele volwassen taal. Op dit moment in de wereld gebeurt er ook veel met Python. Maar Python is nog heel hard in ontwikkeling. En je ziet dat bij iedere versie upgrade is het niet meer backwards compatible. En zitten er wat uitdagingen in. Dat is met Java wat minder. Dus we hebben heel erg gekozen voor de Java training. En op dit moment hebben we dan ook twee basistrainingen die eigenlijk Java als ondergrond hebben. Dat is één, de introductie Java. Daar praten we heel erg over. Wat is het nu eigenlijk? Hoe ga je om met integers, strings? Wat zijn getters, setters? Hoe ga je om met do-while loops enzovoorts? Eigenlijk de bare basics of Java. We zijn bezig met een vervolgtraining. Dat gaat heel erg over... nou ben ik mijn tekst kwijt. Kan gebeuren natuurlijk in een webinar. Maar het gaat heel erg over objectoriëntatie. En eigenlijk gaan we zo de Java-training ook steeds verder uitbreiden. Goed om te weten is dat dit door ons op de achtergrond gedaan wordt. Niet door testers, maar door een programmeur. Ook wij hebben gewoon een programmeur in dienst. Dus wij doen het niet vanuit onze testvak wat we zelf hebben geleerd. Maar we doen het met mensen die er verstand van hebben. Vind ik ook belangrijk om te melden. Als je nu al kijkt naar de verschillende trainingen die te vinden zijn op de Online Academy. Zul je zien dat er ook heel veel verschillende trainers zijn. Ik doe zelf vaak de introductietrainingen, de basistrainingen, een klein beetje basistechniek. Maar ik zal never nooit een Java-training verzorgen. Hetzelfde is bijvoorbeeld voor de performance testen. Daar zou je iemand anders van de Pregers community voorbij zien komen. In dit geval Dennis Bosman, die heeft er twee gemaakt. Nou, die kan het veel beter dan ik. De juiste docent op de juiste plek. Al deze trainers zitten straks dus ook weer in het supportkanaal. Nou, leuk wat we daarna gedaan hebben, is een unit test training gemaakt. En dan zou je denken, unit testen, wat moet ik daarmee als tester? Vroeger hadden we het al over blackbox en whitebox, keken we niet in de code, noem het maar op. Maar werk je in een agile team, dan heb je inmiddels heel veel inzicht in de code die er rondzweeft. Nou, heel fijn als je Java kan lezen, maar het zou ook best fijn zijn op het moment dat je gewoon een keer in de unit testen kan kijken. Ik zeg niet dat testers unit testen moeten gaan schrijven, maar ik denk wel dat het handig is als je met z'n allen een kwaliteitsbelang hebt, als je kwalitatief goede software wil opleveren, tot je een geïntegreerde aanpak maakt. En dat is niet alleen het stukje wat jij uitvoert als tester, exploratory testing, misschien iets geautomatiseerd testen, met de hand testen, noem het maar op. Maar ook de developer doet vandaag de dag al heel veel aan testen. Althans, dat hoop ik in het team. En anders heb je daar ook een mooi gesprek over. De training introductie unit testen laat voornamelijk zien hoe je unit testen kan herkennen. Ook hoe je ze zelf kan maken en kan uitbreiden. En wat zo'n unit test eigenlijk uiteindelijk test. En dit kan je dan ook meenemen in je complete testaanpak, je kwaliteitsaanpak binnen een agile team. Voor goal, het voorbrengen van kwaliteit van een goed product begint bij de ontwikkeling. En het eindigt uiteindelijk met de introductiename. En daarvoor voer je een aantal stappen uit. We vinden het handig om testers inzicht te laten geven in unit testen. Is misschien een wat lastigere training dan andere trainingen op dit portaal. En daarvoor geven we ook aan, als je dit wil gaan doen, doe minimaal even de introductie in Java. Want anders gaat zo'n training veel te hard. Als je niet weet wat getters en setters en methodes en dat soort zaken zijn, dan wordt het een hele lastige training. Op het moment dat je besluit om jezelf in te schrijven voor de introductie unit testen, en je hebt je nog niet ingeschreven voor de Java-training, zal je zien dat je automatisch daarvoor mee ingeschreven wordt. Om in ieder geval te attenderen van, goh, het is misschien handig dat je deze ook uitvoert. Het staat ook netjes in de teksten beschreven, maar weet even dat het een soort combinatiepakketje geworden is. Nou, gaan we naar het volgende toe. Het tweede gedeelte wat erop zit is een tweetal trainingen. En dat gaat dan zeker nog meer worden over onze open source toolchain. Zoals jullie misschien weten, werkt Pregers ook aan een open source toolchain oplossing. Dat is eigenlijk een testoplossing, waarbij de basis in fitness is, maar daaronder zitten nog heel veel extra lagen.
Eén, het connect heel makkelijk. Je kan het gebruiken voor UI-testing, voor GUI-testing, of hetzelfde voor API-testing, maar ook voor mobile enzovoorts. En onze Pregus mensen, onze solutions tak bouwt erop door en zorgt eigenlijk dat er heel veel nieuwe features worden ingebouwd, zodat fitness onderhoudbaar wordt, de nieuwste technologieën ondersteunt, maar ook dat het een stuk makkelijker maakt om testen te schrijven. En wij pretenderen dat je met redelijk weinig technische kennis alsnog vrij makkelijk testcases kan schrijven. Volgens mij zag ik Patrick Rooijen in onze webinar zitten. En die kwam van de week nog een heel leuk compliment dat hij de eerste training had gevolgd. Dankjewel ervoor. Leuk om te zien. Leuk dat soort berichtjes op LinkedIn. Mochten er vragen zijn, dan weet je ons te vinden. De tooling wordt veel gebruikt bij onze klanten. We kijken altijd naar de beste tool bij de klant. We geloven erg in open source. Waarom zou je heel veel geld betalen voor een tool als er zoveel vrij op de markt beschikbaar is? Wetende wel dat er natuurlijk de leercurve vaak net iets anders is bij open source tooling. Nou, daar helpen we natuurlijk graag mee. Mocht je geïnteresseerd zijn in de Pregus open source toolchain, volg de tooling. Je kan hem zo downloaden. Het is gratis. Je kan ermee leren werken. En in ieder geval hebben we 2 modules ter beschikking gesteld, waarmee je via de GUI kan testen, maar ook de API's kan testen. En voor de echte techneuten onder ons, je zou hem zelf ook verder kunnen uitbreiden. Net zoals dat wij dat doen vandaag de dag. Gewoon een gezamenlijk pakket met een leuk set aan tooling. Nou, pak er de volgende bij. Naast het stukje Java en dan in dit geval een toolspecifieke open source tool training, hebben we ook wat andere zaken. Dat is een stukje over CSS en XPath, locators. De meeste van jullie weten wel, als je met testautomatisering aan de slag gaat, zal je dingen moeten aanwijzen. Knopjes, lijstjes, vakjes, stukken teksten, noem het maar op. Nou, dit kan je doen op verschillende manieren. De toolchain heeft daar bijvoorbeeld objectherkenning voor. Zo zijn er meer tooltjes die dat hebben. Maar soms ontkom je er niet aan om heel technisch die dingen aan te wijzen. Nou, dat kan heel rauw op je dak komen. Dat kan heel lastig zijn. Maar als je de basis van CSS en XPath begrijpt, hoe je dingetjes kan aanwijzen, dan gaat dat steeds makkelijker. Het blijft een kwestie van doen en Google erbij gebruiken hoor, want als je het heel even niet gedaan hebt, is het weer lastig. Maar met een basis CSS en XPath zou je in staat moeten zijn om alle dingetjes in een webapplicatie aan te kunnen wijzigen. We hebben een hele kleine introductietraining voor geschreven, die staat live. Inmiddels wordt die zelfs nog wat uitgebreid, dus voor de mensen die hem al gedaan hebben of die ermee bezig zijn, er komen nieuwe lectures bij, er komen nog wat kennistoetsen bij. Maar in ieder geval de basis staat er. En deze training is bijvoorbeeld heel handig uiteindelijk ook als je met de toolchain gaat werken of bijvoorbeeld met Cypress. En Cypress is een van de andere tooltjes die we hebben gekozen, wordt veel gezien in testland, werkt iets anders, werkt als een van de weinige testtooltjes niet met de Selenium IDE of met de Selenium API. Veel tools werken dat vandaag de dag wel. Cypress doet dat. Een veelgebruikte tool en onze docent Finn, die erg fan is van de tool Cypress, heeft een eerste introductietraining geschreven. Ook dit is weer puur om je kennis te laten maken, te installeren, je eerste testgevalletjes te laten schrijven. En uiteindelijk gaan we dan weer verder met een aantal detailtrainingen om dan nog meer voor- en eventueel nadelen van zo'n tool te benoemen. Dus al deze trainingen zijn eigenlijk introductietrainingen om op je op weg te helpen en aan de slag te gaan met techniek, testautomatisering of een hele specifieke tool. Het zou iedereen moeten kunnen zonder achtergrond. Ik kan me voorstellen dat de installatie wat lastig is. Soms kan je vastlopen en ook daar, ik blijf het benadrukken, willen wij uniek in zijn. Mocht je vastlopen, join onze online support module en we gaan je helpen. We vinden het belangrijker dat je in training, dat je ermee aan de slag gaat, dan dat je stilvalt. Zou ik heel jammer vinden als je een training start en hem niet afrondt. Heb ik veel gehad met online training, omdat er beperkt support is. En dat vinden wij erg zonde. Dan nog, zal het aan jezelf liggen. Je moet doorzetten, dat is het nadeel of ook het voordeel van online leren. Het valt of staat met je eigen discipline. Een stukje verder. Performance testen. Performance testen heeft inmiddels een apart blokje gekregen. Daar gaan nog veel meer van komen. Wij hebben, als Pregus doen wij best wel wat met performance testen. Dennis is een van onze voorlopers daarin die daar hard mee bezig is. En wat we ervoor hebben gekozen is om een stukje tooling neer te zetten. En wat we hebben gedaan is een tweetal dezelfde trainingen, eigenlijk dezelfde opdrachten, maar met 2 verschillende tools. JMeter is open source, Loadrunner is betaald. Je kan 50 gebruikers gratis gebruiken, dus je kan er gratis mee starten. Maar in principe het grootste verschil initieel is natuurlijk dat de ene open source is en de andere betaalde tooling.
Maar wat is nu het verschil tussen die twee? Kan je hetzelfde met die twee? Is de leercurve echt zoveel moeilijker? Ik kan me voorstellen dat het lastig is om dat uit te zoeken. Natuurlijk kan je shitjes tool ondersteunt. En voor de mensen die wat langer in de performance hoek zitten, die weten echt wel de verschillen tussen de twee tools en wanneer je welke gebruikt. Maar wat we eigenlijk met deze online academy jullie wilden geven, is dat wij jullie zelf vergelijkingsmateriaal wilden geven tussen het verschil tussen de twee tooltjes. En waarom zou je met JMeter werken en waarom werk je met Loadrunner? Daarvoor hebben we dus inderdaad twee precies dezelfde trainingen opgezet. We zijn nog met een derde tool bezig, met Neoload. We zijn nog aan het puzzelen hoe we dat vorm kunnen geven. En uiteindelijk willen we dan, naar ons idee, 3 veelgebruikte performance test tools aan jullie aanbieden, zodat jullie zelf de vergelijking kunnen maken met welke tool je de meeste affiniteit hebt. Ook hier gaan we natuurlijk uiteindelijk weer met verdiepingstrainingen bezig. Ik zag wat op de social media voorbij komen, dat het een goede basis was, tot het zeker niet alle ins en outs zijn. Nou, dat pretendeer ik ook niet met deze trainingen. Ik moet natuurlijk ook nog wat te ontwikkelen hebben. En uiteindelijk leer je het meeste door het gewoon te doen. Wij willen je op weg helpen. We willen je aan de gang helpen. En we willen zorgen dat je jezelf verder gaat ontwikkelen. En dat kan je alleen door doen en door te doen. Zie het als je rijbewijs. Als je je rijbewijs haalt, kan je ook nog niet zo heel goed rijden. Ik kreeg geloof ik mijn allereerste schade binnen 24 uur in mijn vaders auto. Het leren rijden doe je pas op het moment dat je het doet. Dat je het vaker doet, dat je vaker op de weg zit. Dat is hetzelfde met testautomatisering, met programmeren, maar ook gewoon met normaal testen. Je zal het vaker moeten doen, daardoor leer je en daarvoor ga je dingen anders doen. Performance testen. JMeter Loadrunner hebben we ook wel gehad. Dan hebben we nog een verzamelbakje op dit moment van 4 andere trainingen. 1. De online community. Kom ik echt zo op terug. Maar ook Agile in 10 minuten. Er gaat veel rond over wat is Agile nu. En hoe ga je daarmee om? En Iwe bij ons, de grootste Agile man binnen Preges, noem ik hem altijd maar. Heeft een leuk filmpje van, volgens mij duurt hij niet eens 10 minuten. Ik meen 8 minuten. In elkaar gezet. Waarin hij de basis van Agile vertelt. En dat het veel meer een mindset is. Dus we gaan daar niet 1-op-1 de hele scrum methodiek uitleggen. Maar we vertellen het hele verhaal. Hè, dat het een bepaalde mindset is. Heel leuk filmpje geworden. Krijg je geen certificaat voor. Het is alleen maar zitten achterover en niks doen. Dus het is alleen maar luisteren. Zie het als een soort videootje. Als een soort presentatietje. We hebben hem daar echt neergezet. Dit is de basis voor onze Agile trainingen. En ook daar zijn we nog heel veel mee bezig. Om daar meer en meer trainingen te gaan maken. Maar ja, we hebben maar 8 uur per dag de tijd. En we zitten ook gelukkig nog op opdracht. Dus ja, dat gaat allemaal gestaag door. Online support module. Kom ik zo op terug. En een Windows Virtual Box omgeving. Misschien een wat vreemde eend in de bijt. In de basis zou ik zeggen, installeer alle spullen gewoon op je laptop. Maar mocht je daar geen zin in hebben, heb je daar de mogelijkheid niet toe. Maar je bent wel in staat om een virtual box omgeving te installeren. Dan kan je mooi al deze trainingen in een soort virtuele omgeving uitvoeren. Daarvoor hebben we een kleine module neergezet tot je daarna kan kijken. Eerlijkheidshalve installeer ik het zelf liever op mijn laptop. Maar ja, dat is even de vraag wat je zelf wil doen. Er staat altijd in de training, als je het ook in virtual box kan doen, is het een optionele stap. Waarbij je dus voor kan kiezen om een separate machine in te richten. Eigenlijk zijn altijd beide instructies aanwezig. Of lokaal installeren of in een virtuele box omgeving. En de laatste die daar staat, en die is echt bijna af. Hij zit nu in de review fase. Dat is een introductie security testen met de OWASP ZAP proxy. Voor de mensen die niet zoveel met security testen hebben gedaan. Er was ooit een OWASP top 10. Waarbij de bedoeling was dat die ieder jaar zou bijgesteld worden. Nou is die geloof ik de afgelopen 10 jaar bijna nooit bijgesteld. Maar een stukje basis security testing zou iedereen moeten kunnen doen. In agile testen, in een agile aanpak is het ook belangrijk om non-functional testen of performance security testen, hoe je het wil noemen, om dat vroegtijdig in het traject te doen. Dat kan je best makkelijk zelf als tester. En ik wil niet zeggen dat je daarmee een pentester wordt, helemaal niet. Er zijn andere hele goede bedrijven voor. Maar de basics, gewoon kijken of die OWASP top 10 niet optreedt in jouw applicatie, is vrij makkelijk in te regelen. Daarvoor hebben we een introductietraining gedaan. Wat is het nu? Hoe werkt dat en hoe kan je dat snel inregelen? En het leuke is om is ook te melden dat we dat ook eventueel kunnen integreren met een open source toolchain. Maar ook dat wij daar diensten voor hebben die je zou kunnen afnemen, die hiermee werken. Maar je kan vrij veel zelf invullen. De training is denk ik einde van de week live. Nou, zodra die live is, zie je hem verschijnen. Ik ga jullie straks laten zien hoe je kan zien of iets live is of hoe iets beschikbaar is. Nou, volgens mij heb ik ze dan allemaal gehad. Blijft het hierbij? Nee, zeker weten niet. Zoals ik net al zei, we zijn nog met heel veel dingen bezig.
een Neoload training, ook een introductie van JavaScript. Nou, waarom een introductie van JavaScript? Heel veel testtooltjes vandaag de dag zijn gebaseerd op een of andere JavaScript implementatie. Als je kijkt naar Cypress, maar ook als je kijkt naar Postman, als je kijkt naar WebDriver.io, maar ook als je projecten wil leren, noem maar op, zou je de basis van JavaScript moeten snappen. Ja, want anders krijgen wij testers die hele goede dingen in elkaar copy-pasten, maar stiekem niet zulke goede code schrijven. Daar hebben we voor gekozen om nu ook een training JavaScript te maken. Naast een training Docker. Docker wordt heel veel gebruikt in omgevingen. Lijkt soms wat magie voor heel veel mensen, maar als je de basis snapt, is het helemaal niet zo lastig. En we gaan nog aan de slag met een stukje Robot Framework. Robot Framework is flink in opmars in Python. En daarbij voel je eigenlijk al aan dat we waarschijnlijk ook nog een introductie Python moeten gaan schrijven. Nou, die heb ik nog niet op het menu staan. Maar weet even, als je met Robot Framework aan de slag gaat, dat de kans groot is dat je ook met Python aan de bak moet. Er zijn wat andere implementaties voor, maar Python is de meest gebruikte. Dan zie je ook nog een training als testtechnieken, die heb ik net al genoemd. Voornamelijk voor onze jonge studenten op het HBO. Of mocht je zelf echt helemaal nieuw zijn in het testvak. Maar we zijn ook nog bezig, en die staan hier nog niet opgenoemd omdat ze wat langer zijn, grip op testen. Hoe ga je nu om met die veranderende wereld? De werktitel Modern Test Management zijn we ook nog maar bezig. Testmanagers zijn veel verdwenen. Maar stiekem hebben we allemaal nog steeds het werk te doen. We zijn nog steeds bezig met dingen te plannen, keuzes te maken, dingen af te wegen, omgevingen te regelen, noem het maar op. Nou, ook daar hebben wij wel wat ideeën over. Ook die willen we online gaan brengen. Ik denk dat een kleine greep is uit de trainingen die wij hebben op dit moment, de trainingen die wij gaan maken. En misschien heel goed om te melden is dat wij nu hard bezig zijn met de samenwerking om deze online trainingen ook aan te gaan bieden in een blended vorm. Zodat we een stukje een online training gevolgd door een stukje klassikale training kunnen gaan geven. Een stukje voorbereiding van het huis, een stukje klassikaal om wat dieper de diepte in te duiken. Nou, daar wordt hard aan gewerkt, daar geloven wij ook in. We geloven heel erg dat alleen klassikaal opleiden zeker niet de oplossing is, maar sommige dingen leer je gewoon makkelijker klassikaal. Nou, dat zou ook nog in een virtual classroom kunnen met de huidige tijden, maar dat is niks meer dan de vorm. Zijn we nog aan het kijken, haal onze site in de gaten en dan ga ik jullie daarover updaten. Nou, ik denk genoeg gepraat. Ik ga nog wel verder met praten, maar laat ik even mijn scherm erbij pakken. Zijn er tussendoor al vragen voordat ik naar de details duik? Kan ik mooi een slok water nemen? Blijf nog stil op de chat. Hopelijk heb ik niet iedereen in slaap gesproken. Kijk eens, Roland heeft in ieder geval geen vragen. Nou, ga ik even mijn scherm delen. Ik pak hem er even bij. Hopelijk gaat het goed. Eens even kijken. Als het goed is, dan zien jullie nu mijn scherm, waar natuurlijk heel groot de Pregus Online Academy op staat. Is die zichtbaar, Marcel? Kun jij dat zien? Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, ga ik even vanuit dat het werkt. Mooi. Ik kan scrollen, dat zie ik. Nou. Mocht je naar onlineacademy.pregus.nl gaan, dan zal je als het goed is deze overzichtspagina zien. Voor de mensen die een keer eerder zijn aangelogd, die weten hoe het werkt. En eigenlijk, het is heel simpel. Registreer je, dan registreer je voor de Online Academy. Maar dat kan je ook gewoon doen door een beetje uitgerekt. Dankjewel, Danny. Ja, dat klopt wel. Oké, nou, eens even kijken of ik daar nog wat aan kan doen. Ziet het er zo beter uit? Nou, ik ga hem zo overdoen. Dan is hij maar een klein beetje uitgerekt. Oké, waar was ik gebleven? Als je wil registreren voor de Online Academy, kan dat hier. Maar wat je ook gewoon kan doen, is rechtstreeks naar een specifieke training gaan. Als we een specifieke training pakken, de introductie Java, dan zou je daarop kunnen klikken en dan zie je netjes in, schrijf gratis. Nou, al onze trainingen op dit moment die er zijn, zijn gratis. En de trainingen die nu gratis zijn, die zullen ook altijd gratis blijven. Dat wil niet zeggen dat ik nooit betaalde trainingen ga aanbieden. Als wij heel erg de diepte ingaan, dan zou dat best dus kunnen gebeuren. Maar voorlopig gaan we alles gratis doen. Het zijn introductietrainingen, vinden we ook gewoon dat je die gratis moet volgen. En zelfs hebben wij daar dus een gratis supportmodule achter. Hij is gratis, dus ik heb inderdaad geen 24 uur standby dienst. Dus mocht jij heel graag in de avond leren om 2 uur 's nachts, dan ga ik geen antwoord geven op eventuele vragen. Nou, wil je inschrijven, klik je gewoon in op schrijf je in. En op het moment dat je dat doet, en dan denk ik dat er bij mij een schermpje naar voren komt, omdat ik al 30 keer ingelogd, kan je hier je volledige naam invullen.
en je gegevens, zal je een mailtje binnenkrijgen van kan je aan de slag. Kan je hier aangeven of je akkoord gaat met het ontvangen van instructieve en promotionele e-mails? Natuurlijk zou ik dat graag willen dat je dat doet, daar ben je niet verplicht toe. Doe je dat wel op zo'n moment, dan krijg je in ieder geval updates op het moment dat de portfolio aangepast wordt. Of dat wij eventuele aanbiedingen hebben, of noem het maar op, dus als wij iets leuks te melden hebben, puur gericht op Academy zaken, dus op leerzaken. Nou, ik ga even inloggen natuurlijk met een account die ik heb. Het overzicht van alle trainingen vind je dus hier. Weet even dat dit uitgelichte trainingen zijn. Mocht ik ooit meer dan 30 trainingen hebben, dan zullen ze hier niet allemaal meer staan. En dit zijn alleen de uitgelichte trainingen. Nou, nu is dat nu nog het hele portfolio. Maar ik hoop natuurlijk dat binnenkort niemand ons portfolio is. En daar zijn we ook hard mee bezig om dat voor elkaar te krijgen. Je zou ook zien dat de frontpage regelmatig verandert. Want ik wil natuurlijk soms wat andere trainingen uitlichten. Mocht je mee willen doen met de online supportmodule, zien we al hier groot een knop. Ik doe mee. Word vandaag nog lid. Of je kan hier ook op klikken en dan kan je gewoon meedoen met onze online supportmodule. Die zal er voorlopig blijven staan, omdat het echt een unieke feature is van onze Academy. Dus die blijf ik benadrukken. Join hem en ik ga hem zo nog even laten zien. Ik ga even inloggen. Ik ga even inloggen met mijn gebruikersaccount. Ik heb natuurlijk ook een admin account, dat snappen jullie wel. Mijn gebruikersaccount is, kijk eens, daar ben ik. En we gaan eens even inloggen. Dus mocht je een account hebben aangemaakt en je hebt je ingeschreven voor een aantal trainingen, dan kan je hier altijd gaan naar mijn trainingen. Het stukje mijn trainingen laat zien de trainingen waarvoor jij ingeschreven bent. Maar je kan ook naar alle trainingen. En alle trainingen bied je de mogelijkheid om al onze training te zoeken, maar ook te gaan filteren op categorieën of auteurs. En mocht je mijn hele vervelende stem willen vinden of juist een hele prettige stem, dan zou je bijvoorbeeld alleen op Nicolai kunnen filteren. Nou, dat zijn er 3, waarvan er 1 echte training is. Maar wil je echt iets van performance weten, dan zou ik gewoon altijd even op Dennis Bosman klikken. En dan zal je zien dat je daar docent naar boven krijgt. Mocht je een voorkeur hebben voor een docent en al zijn trainingen willen volgen, kan dat. Ik denk dat die wat minder gebruikt wordt. Ik denk dat het beste is om op categorieën te zoeken. En hier zal je zien dat er nog wat dingen aan het veranderen zijn. Het is work in progress. We krijgen meer trainingen. We zijn nog wel wat met de keywords aan het sleutelen. Dus verwacht wel eens dat die af en toe veranderen. Nou, ga ik even naar het overzicht mijn trainingen. Dit is het overzicht van jouw trainingen. Dit zijn de trainingen waarvoor ik ingeschreven ben. En dat laat ook meteen je progress zien. Dus het houdt bij waar je gebleven bent. Heel fijn. Kan je dus echt op het moment leren wanneer het jou uitkomt. En kan je dus ook verder gaan als je gestopt bent. Nou, ik heb mijn Java training inmiddels ook afgerond. Het hele leuke is in dit geval dat trainingen die je afrondt, indien daar quizvragen in zitten en opdrachten, zal je daar netjes ook een certificaat voor krijgen. Een certificaat van deelname. En als het goed is, kan ik die ook zien. En dan moet ik even kijken waar ik dat ook weer kon zien. Nou, ga ik zo eens even kijken waar het ook weer zat. Oh, kijk, daar is die. Dan kan je certificaat bekijken. En dan zie je ook netjes je certificaat. Voor welke training, wanneer ik hem gehaald heb. 26 maart heb ik hem afgerond. En krijg je dan het certificaat. Heb jij je ingeschreven met een vreemde naam op deze Academy? Dan krijg je een certificaat met een hele vreemde naam. Ik ga ervan uit dat als je iets wil leren, dat je met echte gegevens inlogt. En anders heb je niet zoveel met certificaat. Nou, ga even terug. Misschien wel leuk om meteen even de details in te duiken. Jouw trainer. Iedere trainer heeft ook een stukje bio. Vertelt even wie die is. De een is daar wat uitgebreider in dan de ander. Maar die vertelt even wat zijn achtergrond is en waar die vandaan komt. En zo kan je ook eigenlijk alle biografieën van alle trainers kan je die lezen. Nou, mijn trainingen. Misschien leuk om even wat details in te duiken. Als je dus wil inschrijven voor een nieuwe training. Stel je voor dat ik deze wil volgen. Klik je erop. Schrijf je gratis in. Nou, even kijken of die wil doen. Het is natuurlijk iets lives. Nou, dan kan je meteen naar de training. Zou je ook netjes mailbevestiging krijgen. En dan zie je eigenlijk dat het hele portfolio meteen open staat. We hebben ervoor gekozen om geen verplichte volgorde aan te brengen in het portfolio, omdat we daarvoor van een aantal mensen berichten hadden teruggehad dat ze dat vervelend vonden. Nou, het maakt mij niet uit in welke volgorde je de training volgt. Idealiter begin je bovenaan en eindig je onderin. Dat is vaak het makkelijkst. Maar als je heel handig bent en een stuk hebt gedaan, kan je het nu overslaan. Video's hoef je niet verplicht af te kijken. Dat is geheel aan jezelf. Het is jouw eigen omgeving. Het is jouw training. Haal eruit wat jij wil leren. Dat maakt mij natuurlijk stiekem wat minder uit. Ik hoop dat je echt wat wil leren en er doorheen gaat. Maar dat is aan die in zijnzelf. Nou, als ik dan nu weer naar mijn trainingen ga, dan zie je dus ook dat de nieuwe training erbij staat. En je ziet ook dat ik daar nog niet zoveel mee gedaan heb. Misschien even de details induiken voor
De structuur van een training. Er zitten wat verschillende structuren in zo'n training. Dat hebben we heel bewust gedaan. We zijn aan het experimenteren wat iedereen heel prettig vindt. Pak even als voorbeeld de Java-training. De Java-training werkt heel erg met het principe: we laten een video zien. Daarin vertellen we de basics. Vervolgens werken we daar live een stukje opdracht uit. Daarna geven we jou een opdracht in een stukje tekst. En vervolgens krijg je van ons de uitwerking. En het is dus geheel aan jezelf hoe je dat doorloopt. Ben je niet zo fan van video, kan je meteen met de opdracht beginnen. Wil je even wat voice-over en wil je wat snappen, dan kan je beginnen met de video. Nou, zie je bijvoorbeeld met de stringvariabelen, iets heel simpels. Stringvariabelen, als je die opent, dan zou je in dit geval ook zien dat hier een video in zit. Nou, ga ik even niet spelen met het geluidje. Klik op play, kan hem ook fullscreen zetten. Dan gaat hij helemaal vertellen. En in het filmpje leggen we uit wat die stringvariabele nu is en hoe dat ding nu aangemaakt wordt. Wat we daarna doen, is dat we eigenlijk een opdracht opschrijven. Maak nou eens zo'n ding. Dus we gaan in dit geval Pluto maken. We leggen uit wat je precies doet. En als je dan die opdracht helemaal meetikt, tijdens de video of tijdens de tekst, krijg je uiteindelijk van ons ook nog de hele uitwerking. En die uitwerking, die kan je dan gewoon controleren om te kijken of jij hetzelfde hebt gedaan als dat wij hebben gedaan. Mocht je ergens tegenaan lopen, kan je dat ook uitzoeken. Nou, advies is om dit zeker niet te kopiëren, want je leert niet zoveel van kopiëren. Ga gewoon zelf lekker met het handje tikken. Je moet het in je vingers krijgen. Het moet een soort muscle memory worden om al dat soort dingen te doen. Dus advies is altijd om dit soort dingen gewoon zelf uit te tikken. Maar we geven je in ieder geval de uitwerking. Dat zal je altijd netjes zien in codeblokken. Natuurlijk, na al die dingetjes doen we ook vaak nog een kennisquiz. En dan gaan we gewoon eens even kijken van al die theorie die we nu hebben gehad, in die opdrachtjes die je hebt gemaakt, heb je nu die zaken eruit gehaald die wij vinden dat belangrijk zijn voor deze training? Nou, aangezien dit een basis Java training is, moet je het principe van strings en concateneren snappen. Dit is gewoon een simpele quiz die je kan uitvoeren. Laat ik gewoon een willekeurig antwoord even aantoetsen. Dit gaat zeker niet goed zijn. En dan zal hij ook netjes aangeven wat dan het juiste antwoord is. Hebben wij een hele moeilijke vraag, zoals deze codevraag bijvoorbeeld, een prachtig voorbeeld. Ja, hoeveel strings staan er in de mainfunctie? Nou, laat ik iets willekeurigs aanklikken. Nou, zou je net zien dat ik een goede aanklik. Ik kan me voorstellen dat je zoiets hebt, fijn, ik heb 3 gekozen, maar waarom is het dan 4? Nou, hebben wij codevraag, dan hebben wij 9 van de 10 keer ook netjes gewoon een toelichting erbij, waarom het aantal strings in dit geval 3 is. En zo werken we eigenlijk die hele training door, en Java is daar echt een prachtig voorbeeld van. Een stukje video, een stukje tekst als opdracht, een uitwerking en nog een kennisquiz. En zo doorlopen we eigenlijk alle onderdelen, in dit geval van Java, mainfunctie, stringvariabelen, getters, setters, doubles, booleans, control flows, collection loops enzovoorts. Eén voorbeeld, een ander mooi voorbeeld vind ik, daarvoor heb ik me niet ingeschreven, maar dat gaat wel even lukken, de performance test trainingen. Als we de performance test trainingen erbij pakken. Hoi Dennis. Schrijf ons even in. Dan hoop ik dat de instellingen goed staan van deze training. Anders heb ik een bug in mijn eigen platform gevonden. Kijk, dacht ik al. Nou, we gaan even naar de training. En wat we hier zien is dat we ook weer alle lectures in de willekeurige volgorde kunnen starten. Nou, wat we daar doen is dat we hier een stukje vertellen wat performance test überhaupt is. Naast dat we natuurlijk beginnen met installatiestukken. Hoe kom je tot een goed script? Wat zijn parameters? Wat zijn correlaties? En uiteindelijk zijn het allemaal video's en tekst zonder opdrachten, maar wel met uiteindelijk een kennisquiz. Om te kijken, hè, heb je nu begrepen wat er in die video's voorbij komt? Ik ga even wat kiezen. Zo kan je er doorheen. We hebben er wel voor gekozen om uiteindelijk in deze opdracht, want we vinden het belangrijk dat trainingen ook een opdracht hebben. In het geval van de J-meter en de loodrunner training hebben we gezegd, we vertellen jullie eerst heel veel over het gebruik van de tool in video's en we toetsen je kennis. En daarna geven we jou 3 verschillende opdrachten om die uit te werken. De 3 opdrachten in de J-meter training zijn precies dezelfde opdrachten als in de loodrunner training, zodat je de tools echt 1-op-1 kan vergelijken. Nou, als je dan hier naar kijkt, is dat we de opdracht leggen we uit in tekst. En vervolgens hebben we de uitwerking. In dit geval niet in een stukje code. Want het is niet zomaar een stukje code die je kan toetsen. Maar echt in een video. En daarin zal Dennis je stap voor stap meenemen. Hoe je de tool bedient. En wat je allemaal moet doen om deze opdrachten uit te werken. En dit is eigenlijk een soort tweede methode. Van hoe we werken binnen de verschillende trainingen. Dus de Java training. Video, tekstopdracht, uitwerking opdracht, quiz. En in dit geval de J-meter trainingen, wat meer echt een tooltraining is. We vertellen je wat performance test is in dit geval.
Hoe kom je überhaupt tot een goed script? Hoe werkt de tool? Een kennisquizje. En uiteindelijk laten we je 3 opdrachten maken. Nou, dan kijken we nog een ander leuk voorbeeld van een training mee kan nemen. Pak hem even bij. Ik denk dat deze wel hetzelfde zijn. Misschien nog de introductie open source toolchain. Die werkt eigenlijk ook wel een beetje hetzelfde. Daar gaan we met onderwerpen aan de slag. We vertellen wat, we laten je video's zien. We testen je kennis. Dat doen we nog een keer. En op het eind gaan we hier verder op, gaan we met praktijkopdrachten aan de slag. En hier zie je dat we eigenlijk een gulden middenweg tussen de Java training en de performance training hebben gekozen. Ook hier werken we veel met videocontent en met quizzen. En uiteindelijk later gaan we ook wat meer een opdracht in. Omdat wij in het geval van de toolchain vinden dat je eerst een aantal basiselementen moet kennen voordat je opdrachten kan gaan maken. Het zijn eigenlijk een 3-tal verschillende invullingen van de trainingen, worden door elkaar gebruikt, ook om het een beetje spannend te houden, ook een beetje naar eigen inzicht van de docent, en ook om te kijken wat prettig werkt. Mocht je ideeën hebben over verbeteringen, altijd welkom, kom naar het Slack-kanaal en vertel het. En dit is denk ik ook een mooi moment om dan maar eens eindelijk naar die online community te duiken. Zoals ik heb gezegd, Online Academy, Nederlandse trainingen, gericht op testen en techniek, een stukje Agile erbij. Wederom een academy zoals vele anderen, maar toch zijn we anders. Door die Nederlandse taal, maar wat veel belangrijker is de supportmodule. Wil je meedoen met de supportmodule? Kan je klikken op deze link. Dan kan je inschrijven voor de module. En de module waar je voor inschrijft, dat is eigenlijk dezelfde module als die hier staat, de online supportmodule. Nou, de online supportmodule is niet zoveel, want het enige wat je hoeft te doen, is deze openen. En klik op voltooi mijn aanmeldingen. Een aantal mensen heb ik volgens mij gisteren nog gemaild voor mensen die zich hadden aangemeld voor deze module, maar niet de inschrijving hadden gemaakt. Maar zodra je hierop klikt, zal je naar de Slack community gaan. Nou, bij mij gaat hij meteen inloggen omdat ik al een account heb. Maar anders vraagt hij om je in te schrijven op Slack. Ik ga even Slack erbij pakken. Daar heb ik heel veel Slacks. Dus sorry voor de berichten die eventueel naar boven gaan komen. Ik ga hem er toch even bij pakken. Nou, even kijken of ik deze kan delen dan voor jullie. Als je aanmeldt voor Slack, en voor de mensen die Slack niet kennen, het wordt veel gebruikt in de IT-wereld. Het is een fijn communicatiekanaal waar we gewoon direct 1-op-1 contact kunnen hebben met mensen. Waar je ook nog grappige gifjes heen en weer kan sturen en dat soort zaken allemaal. Maar ook code en dat soort dingen vrij makkelijk kan delen. We hebben dus ook heel bewust gekozen om onze online community, onze support, los te trekken van het platform waarop we onze Online Academy aanbieden. Het Online Academy heeft ook wel de mogelijkheid tot interacties, maar docenten, trainers worden laat op de hoogte gesteld. Het systeem leent zich erg slecht. Plus dat je dan echt 1-op-1 communicatie met 1 docent hebt van de trainer. Nou, in het geval van Slack heb je al onze trainers in 1 kanaal. Dus als de een niet kan reageren, kan iemand anders reageren. Dus de kans dat je antwoord krijgt op je vragen is gewoon veel sneller. Pak hem er even bij. Ik ga mijn scherm even delen. Kijken of dat gaat lukken. Eens even kijken hoor. Dan pak ik eerst even die. Daar ben ik weer. Dan ga ik een appvenstertje delen en dat heet deze. En als het goed is, zien jullie nu Slack. Ik gebruik een donker thema, dus hij is bij mij helemaal zwart. Het kan ook zijn dat hij licht is. Als wij kijken naar deze Slack is het. Ik heb er wat meer zoals jullie zien. Deze Slack, binnen Pregis gebruiken we ook heel veel Slack, is onze Academy Slack. Dit is onze online Academy Slack. Maar dit doen we ook met onze klassikale trainingen. Maken we eigenlijk ook altijd gebruik van Slack. En wat wij daar hebben gedaan is, op dit moment hebben we 1... ik ga nu heel veel berichten binnenkrijgen, sorry daarvoor. Ik heb nu 1 kanaal die heet Support Lounge. En zodra je jezelf aanmeldt, kom je jezelf binnen. Nou, Ronald kwam gisteravond laat binnen. Dat zag ik toevallig, dus daar heb ik natuurlijk even hallo gezegd. Maar mocht je nou vragen hebben, stel ze lekker in dit kanaal. En je ziet ook aan de zijkant dat alle trainers hierin zitten. Maar ook alle mensen die zich aanmelden. Dus eigenlijk wat we hier willen, en het is nu nog een hele sterke community natuurlijk, omdat we net begonnen zijn. Maar uiteindelijk hopen we hier gewoon een gigantische community op te bouwen. Om 1, elkaar te helpen. En 2, ook gewoon vragen te kunnen stellen aan onze trainers. Zodat je niet vastloopt op een training, want dat zouden we echt zonde vinden. Of het nu een gratis training is, of een bepaalde training, of een betaalde training wordt, dat maakt ons niet zoveel uit. Wij willen jullie verder helpen met eventuele problemen die je hebt. En het zou heel leuk zijn als er misschien ook wat meer community staat waar mensen met elkaar praten en elkaar mensen gaan helpen. Want ik kan me goed voorstellen als je de basics hebt gevolgd dat je misschien wat verder wil praten over specifieke dingen die je tegenkomt. Nou, we kunnen natuurlijk niet alle vragen van je opdracht gaan beantwoorden, laat ik daar heel eerlijk in zijn.
Dus ja, ergens moeten we daar een grens trekken. We zien het wel hoe het loopt. Laten we gewoon beginnen. Laten we zorgen tot we verder kunnen met z'n allen. En ik geloof er echt in dat dit een groot verschil is ten opzichte van alle andere academies. Zo kan je direct praten op een makkelijk toegankelijk kanaal. In dit geval is dat nu nog één kanaal. Voor de mensen die Slack niet kennen, je kan verschillende kanalen aanmaken. We zitten eraan te denken om kanalen per training aan te gaan maken, zodat docenten ook makkelijker zeg maar alleen met bepaalde kanalen kunnen volgen. We moeten nog even kijken wat handig daarvoor is. Dus het kan zomaar zijn dat in de loop van de tijd tot er dingen veranderen en tot er specifieke vragen naar één kanaal verplaatst gaan worden. Ik hoop dat de mensen bekend zijn met Slack. Ik weet niet of het voor mensen nieuw is. Ik denk niet dat we heel Slack gaan uitleggen. Maar in ieder geval, mocht je vragen hebben, loop je vast bij een training. Dit werkt vele malen sneller dan een mailtje naar een algemene mailbox. En hier kunnen we je makkelijker mee helpen. Ga ik heel eens even kijken of ik dan de presentatie een beetje gehad heb. Als het goed is, heb ik je laten zien hoe je kan inschrijven voor een training. Heb ik wat verteld over de verschillende trainingen. Heb ik een structuurvoorbeeldje gegeven. Heb ik je zeker de online supportmodule laten zien. Waar ik heel lang over kan praten, maar in de basis is het echt gewoon een communicatiemiddel om met z'n allen gewoon eventuele vragen te beantwoorden van de training, of misschien lekker met elkaar te discussiëren. Daar heb ik denk ik het hele platform in de notendop wel laten zien. Dan kom ik natuurlijk altijd bij de laatste. Hebben jullie nog vragen, opmerkingen, tips, trucs, of zijn er nog andere dingen die jullie willen zien? Dan mag je even een berichtje sturen in de chat, dan kunnen we hem oppakken. Toen werd het heel stil op de chat. Ja, ik zie dat Marcel inderdaad even een samenvatting geeft. Inderdaad, er worden dus nieuwe trainingen toegevoegd. De belangrijkste, denk ik, die daar komt, is de security training. En er wordt ook hard gewerkt aan de robot framework. Oké, geen vragen. Dank. Nou, als er geen vragen zijn, Marcel, nog iets toe te voegen? Nee, eigenlijk niet. Ik had het al eventjes in de chat gegooid. Ja, oké. De Neoloop training, die had ik wel verwacht dat daar interesse in was. Daar zijn we hard mee bezig. De security training en ik denk dat de robot framework training eerlijk is. Oké. Nou, als er geen vragen meer zijn, dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor het joinen. Jullie krijgen allemaal een link van de video in jullie mailbox. En ik hoop jullie snel te spreken op de Online Academy. Op de support channel. Okay. Ja, iedereen bedankt. En wellicht tot ziens. Dankjewel. Oké, tot ziens.